eventjes. Hey, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van Wat te doen. Vandaag gaan we... Wakeboarden! Wakeboarden, oh, spannend! We zijn op een echt skiboot. Ja, we hebben een paar wel leuke wakeboards meegenomen. Ja, ik heb het persoonlijk, ik heb het één keer geprobeerd en het lukte niet. Dus, maar ik heb ook bijna geen uitleg erbij gekregen en zo. En nou is de bedoeling dat het even goed uitgelegd wordt hoe het moet en zo. En dan hopen dat ik dan vandaag kan staan. Dat zou wel mooi wezen. Ja, ik verwacht dat je vandaag wel gaat staan. Ik heb je laatst gezien met skimboarden, merk toch wel dat je een beetje woord, sportervaring hebt. Dus het moet zeker goed komen. Alleen even uit het water komen is een dingetje, maar het zal wel goed komen. Oké, Rieke. Gaat ie. Dit is een wakeboard. Ja. Twee boots erop, de plank zelf. En hieronder heb je de vinnetjes. Je ziet, er zit een hele berg rocker in deze plank. Een berg? Een rocker. Dat betekent dat de plank vrij krom is. Oh ja. Dat is fijn. Want als je gaat draaien, zie je dat die vinnetjes, die raken nu eigenlijk in het water. Dus als je van voet wil wisselen, moet je eigenlijk zo recht mogelijk de plank houden. Een beetje naar achteren. Een beetje zo wat staan. Ja. En als je een beetje naar achter doet, dan pak je meer grip op de vinnetjes. Maar dat gebruik je eigenlijk pas als je gaat springen. Niet zozeer bij het bochten draaien. Draaien ga ik ook goed maar doen. Waarschijnlijk wel. Goed, die gaan we zo aandoen. Maar eerst de impact vest aan doen. Mocht je vallen, mocht iets gebeuren. Je deze aan blijf je drijven, dus dat scheelt wel. Ja. Oké. Helemaal goed. Ja. Nou, dan gaan we de plank hier achter op het achterdek neerleggen. Dan vast, sjoren. Ja. We hebben nog een volgorde, of maakt het niet uit? Maakt niet uit, gewoon vast. Goed vast. Oké, spring er maar in. Heel goed. Oké. Nou, dan ga ik het touwtje naar je toe trekken. Dan pak je het touwtje vast met twee handen. Ja, zo. Inderdaad. Je knieën, die zitten eigenlijk zo in het water, dus je ligt eigenlijk wel goed. Zet je hem zo, een beetje gebogen. Armen altijd gestrekt. Oké, heel goed. Dan ga ik het hier aantrekken, want je probeert ze eigenlijk op het water te komen. Dus je probeert naar boven te komen. Ja. Dus je wacht dat je plank druk krijgt en je omhoog duwt. En dan draai je rustig je voorstvoet naar voren. Jij bent regular, dus jouw linkervoet naar voren. Ja, helemaal goed. Nou, ik trek een keer aan. Ga je het voel een beetje varen van de plank. Ja, heel goed. Als je dit doet, ben je klaar, Rico? Ja. Oké, ja. Super leuk, man. Echt maar zwaar. Mijn been bezuurd gewoon helemaal. Echt super leuk. Gaaf. Ja, je kan ook van been wisselen, dus draaien, dus je andere voet voorzetten. Dus dan eigenlijk je regen niet precies naar Dan Ja, dan gaan we een sprongetje doen. Backroll proberen. Het is wel heel erg choppy. Dus we gaan kijken of we kunnen landen. Backroll, wat is een backroll? Dat is eigenlijk als je heelside vaart, dus op je hiel vaart. En dan vaar je op je hiel naar de wake toe, is eigenlijk een reguliere wake-to-wake jump. Maar dan rol je eigenlijk een salto naar voren terwijl je achteruit gaat. Dat zal je zo wel zien. Ja. En een rail is eigenlijk een beetje een superman positie. En dan met één hand en dan de plank helemaal gestrekt achter je. GoPro mee, dus jullie kunnen meekijken zelf.
Omdat ik daarnet weer een beetje aan het slingeren was, krijg ik weer van Rico zo'n bananen. Of alsof ik een slingeraar ben. Maar dat is wel lekker. Een beetje gezonde dingen eten, hè? Zoals nootjes en meloen en zo. Dat is super gezond. En wat minst nog belangrijk, hè? Super lekker ook nog, hè? Iemand een stukje meloen? Als je helemaal vaart, dan kan je ook van voet wisselen. Als dit je voorste voet is, dan kan je ook van deze voet je voorste voet maken. Hoe doe je dat nou? Nou, heel eenvoudig. Normaal als je een beetje op je rails vaart, voor of achteruit, zorg dat je een beetje vlak gaat varen. Het makkelijkste is binnen de hekgolf van de boot. Dan doe je alleen binnen de wat? Binnen de hekgolf. Dus je hebt nog golven, twee golven eigenlijk die aan de zijkant komen van de boot. Als je dus recht achter de boot gaat varen, dan is het makkelijkste. Dan ga je eigenlijk vaar je dan een beetje recht achter de boot. En wat je dan doet, nu is die kant voor en je wil deze kant voor. Dan leun je iets op de achterkant. En dan draai je gewoon met je voet, draai je je plank gewoon zo om. Zorg dat je een beetje naar achter leunt. Dus niet naar voren leunt op vlak, want dan kan die happen. Ja. Een beetje naar achter. Oh ja, natuurlijk, want dan pak je geen water. En dan draai je gewoon je voet. Wat je ook kan doen is een beetje deze til in het water duwen hierachter. Als je hier een beetje druk geeft op je hiel, dan eigenlijk gooit hij zichzelf dan al om. Ja. En dan pak je eigenlijk, ja, sta je van zo voor. Sta je naar zo. Ja. Dat is eigenlijk heel eenvoudig. Zorg alleen dat het water goed vlak is, want als je golfjes hebt en je kan het niet zo goed, dan ga je onderuit. Gaan we nou proberen te draaien dan? Als je wil springen, dan hebben we twee hekgolven aan de boot. Het ligt eraan welke kant je voor staat. Bij een regular positie gaan we nu vanuit. Als je goofy bent, dan is het precies andersom. Je vaart dus nu recht achter de boot. De hekgolven lopen zo. En eigenlijk wat je gaat doen is, je gaat eigenlijk met je toeside, ga je van de boot wegsturen buiten de hekgolf. Dus we varen eigenlijk, doe je deze kant, vaar je naar buiten. Zo ver mogelijk als je kan. Een truc die ik daarvoor gebruik is, de plank stuur je eraf, leunt op de toeside en dan kijk je de richting weg van de boot. Terwijl je één hand vast hebt aan het touw, kijk je de andere richting van de boot vandaan. Dat is eigenlijk zoals we nu hoeven staan. Wat je dan doet, van het moment dat je denkt van nou ik ben zo ver mogelijk naar buiten als dat ik kan, dan draai je in één keer van toeside naar heelside. Dus gaat je plank dan dit doen. En dan ga je keihard kanten, zo hard als je kan. En net voordat de hekgolf komt, zoals de hekgolf hier zit, doe je je bord vlak. Ga je eigenlijk door je knieën. Heb je de touw ongeveer recht voor je bent in normale positie. Dan spring je, van het moment dat je eigenlijk voelt dat je wordt afgezet door de hekgolf, spring je van laag omhoog. En dan voel je de lucht in gaan en dan kan je rustig de touw naar beneden duwen. En op een gegeven moment, dan zit je in de lucht. Dat is natuurlijk het doel. Dan ga je daarna met de landing. Blijf je een beetje op die heelside zitten. Ga je door je knieën. Hou je touw weer op normale positie. Goed door je knieën. Laag blijven en dan rustig omhoog komen. En van deze positie draai je gewoon je plank weer recht terug achter de boot. Zodat je weer veilig terug was. Wat is nou precies eigenlijk heelside en toeside? Nou ja, heelside is de kant van je hiel. En toeside is de kant van je tenen. Oh, dat is eigenlijk super logisch. Dat is echt heel logisch, ja. En als je heelside vaart, dan vaar je op de achterkant, dus leun je op je hielen. En als je toeside vaart, leun je op je tenen. Het is nog best moeilijk, hè? Goed door je knieën gaan met landen is wel belangrijk. Oh ja.
Nou ja, ik vond het echt super leuk om te doen. Ja. Hij is gewoon helemaal stil, man. Rico is stil, dat heb ik nou nog nooit meegemaakt. Ja, dat was toch wel heel erg leuk. Het ging ook wel heel erg goed, merkte ik. Je kwam eigenlijk gelijk uit het water. Het helpt toch wel als je een beetje boorsportervaring hebt met wakeboarden. Ja, en ik denk ook dat dit ding ook wel helpt. Dat je een beetje omhoog getrokken wordt. Ja, het is ook een hele fijne boot om mee te wakeboarden. Hij is eigenlijk gewoon gemaakt voor wakeboarden. Gemaakt voor wakeboarden, ja. Het staat ook op wakeboard Pro Power. Ja. Oh, wacht, we hebben er zelf op geplakt. Nee. Dat was echt te gek. Ja, oh, zeker. En als je dan zelf ook wil wakeboarden. Ja, achter een boot. Ja, je moet iemand kennen die een boot heeft. Het gaat achter kleine bootjes ook, achter zo'n rib. Ja, dus vanaf 20 pk kan je eigenlijk al wakeboarden. Het gaat natuurlijk het leukste als je wat grotere boot hebt en als je een skiboot hebt. Of een Mastercraft, Ski Nautique. Ja, dat is natuurlijk het mooiste. En dat gaat ook het lekkerste, maar je kan eigenlijk wel wakeboarden. En natuurlijk op een baan. Dus als je het nog een keer zou willen doen, bijvoorbeeld in Kamperland. Oh ja, je kan het op een baan. Misschien ook goed om te beginnen, dat je dat met je daarop leert. Ja, 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 het is ook goed te doen achter een boot. Ja, een boot is met springen, het is een heel andere ervaring. Ja, het is bijvoorbeeld met de plank is hetzelfde, alleen de sprong. Maar ik denk ook, de meeste boten hebben denk ik niet zo'n ding. Een beetje omhoog. En als je dat met zo'n baan doet, word je volgens mij ook omhoog getrokken. Ja, dan word je omhoog getrokken. Ja. Dat scheelt echt denk ik wel. Hè? Ja, dat scheelt veel. Ja, ik vond het echt super top. Dank dat ik van mee mocht een keertje. Ja, graag gedaan. Hartstikke leuk dat je mee was. Ja. En willen jullie dit nou ook gaan doen? Ja, het kan. Ja, je moet misschien even iets proberen te regelen of zo, maar het is natuurlijk niet gratis. Ja, ken je iemand met een vissersbootje of zo? Ja, dan kan je het ook van vragen natuurlijk of je het achter mag hangen. Ja, er zijn zelfs mensen op YouTube geweest die hebben het achter de veerpont geprobeerd. Oh, een duitje uit te gooien. Ja, echt bizar. Ja, dat is echt heel gaaf. Ja, gewoon een beetje creatief denken en dan misschien kan je dat dan kan je wat leuks verzinnen. Ja. Ja, bedankt weer voor het kijken en abonneer even. Abonneren en even like je natuurlijk. En als je weer zelf iets wil weten, zelf iets dat we iets gaan doen, dan laat even een reactie weten en dan gaan we dat misschien doen. En als je hebt gewakeboard, stuur ons natuurlijk het filmpje door. Dat willen we wel graag zien. En dan kunnen we dat misschien ook op ons kanaal zetten. Bedankt weer voor het kijken. Hoi. Hey.